Yo, welkom bij mijn From Fat to Shred aflevering nummer 2. Vandaag ga ik weer een update geven en neem ik jullie mee in wat ik zo een beetje de hele dag eet. De update. Ik moet zeggen, ik voel me al een stuk droog geworden. Ik denk dat ik best wel veel ben afgevallen. Maar laten we even checken. Alright, daar gaan we. Oké, 83,9. Oké, dat is dus meer dan ik had verwacht. Maar het gaat dus wel de goede kant op. Ik ben... Kijk, vorige week was ik 85,1, dacht ik. Dus 1,2 kilo ben ik afgevallen in 1 week. Dat is echt heel veel. Maar het komt ook omdat ik best wel streng aan het cutten ben. Maar goed, ik ga me opfrissen. Daarna gaan we ontbijten. Dus ik zie jullie zo. Voor de duidelijkheid, dat is niet mijn kat, maar we geven hem wel altijd eten. Hey. Even wachten. Even wachten, vriend. Ik ben nu onderweg naar de sportschool. Het is 7:30. Ik ga gewoon lekker lopen. Het is droog. Plus dan verbrand je ook nog een beetje calorieën. Ik moet even les geven. En daarna moeten we een aantal pakketjes bezorgen. Van prep to food. En later op de dag ga ik pas trainen. Normaal gesproken doe ik dat altijd 's ochtends. Maar vandaag komt dat helaas niet uit. Dus dan gaan we dat later op de dag doen. Oké, dus ik ben weer afgevallen. 1,2 kilo. Dat is heel veel. Dus dat betekent dat mijn schema werkt. Ik ga hem ook nog even zo houden. En ik hou hem zo eigenlijk tot ik niet meer afval. Dus als ik een weekje vastloop, dan pas ga ik het weer verlagen. Ik moet zeggen, ik ben best wel laag in mijn calorieën. Ik heb het... expres gedaan omdat ik ook best wel snel ben aangekomen. Ik ben elke week 1 kilo aangekomen. Dus dat moet ik eigenlijk nu ook weer doen. Maar dan andersom. Ik moet eigenlijk elke week 1 kilo afvallen. Om weer op het oude niveau terug te komen. Alleen ik kan bijvoorbeeld geen benen meer trainen. En dat komt omdat ik een beetje geïrriteerd weefsel heb onder mijn knieschijf. En daar zijn we sinds vorige week achter gekomen. Ik heb daar ook een injectie voor gekregen. En daar moet ik nu even voor herstellen. Dat is de enige nadeel, want ik train benen 3 keer in de week en upper body ook. En nu moet ik daar even omheen werken. Dat is geen ramp natuurlijk, alleen ik ben wel bang dat mijn benen een klein beetje spiermassa gaan verliezen. Vooral ook nu, omdat ik aan het afvallen ben. Maar ja, we gaan het zien. Dus ik heb net mijn ontbijt gegeten. Ik heb het nog niet ingevoerd op mijn fitnesspal, maar dat ga ik zo meteen doen. En ik zie jullie zo meteen bij mijn volgende maaltijd. Ik zit in de auto en ik ga een aantal bestellingen afleveren. Dus bestelling nummer 1. Zometeen kom ik terug voor bestelling nummer 2. Kom ik weer terug voor bestelling nummer 3. En daarna gaan we eentje op de post zetten. En that's it voor vandaag met de bestellingen van Prep the Food. Heb je nog niet besteld en wil je weten hoe het is of wat dan ook, surf gewoon naar de website. Daar vind je alle informatie. En ik zou het gewoon een keer proberen. Vooral als je wilt afvallen. Want we hebben heel veel maaltijden die laag in calorieën zijn. Die helemaal afgewogen zijn. Met alles erop en eraan. Een beetje reclame maken, toch? Vind je vast niet erg.
Zie jullie zo meteen. Ik heb trouwens nog niks gegeten. Ik heb alleen nog ontbeten. En het is nu 10:50. Oké, we gaan nu bestelling nummer 2 wegbrengen. Die zit hierin. Dit is een speciale isolatiezak. Die ervoor zorgt dat de binnenkant van de zak heel koud is. Dat is min 80, want er zit droog ijs in. En dat laat geen warmte binnen. Dus dit gebruiken wij eigenlijk om onze maaltijden te verzenden in een kartonnen doos. Alleen, deze order was iets te groot om in een normale doos te doen. Dus heb ik besloten om gewoon zelf langs te gaan. Als extra service natuurlijk. En omdat ik heb beloofd dat het vandaag zou binnenkomen. Dus daar gaan we nu naartoe. En onderweg ga ik even een banaantje eten. Daarna moeten we door naar de volgende bestelling. Dus ik ga deze even eten en rij je tegelijk. Voordat je een banaan eet, moet je altijd even checken of die goed is. En dat kan je doen door ernaar te kijken. Even te ruiken. En even mee zingen. Okay, dit wordt mijn middageten. Dit is kip shawarma met een beetje groente en rijst. En dat gaan we natuurlijk even afwegen. 200 gram rijst. 90 gram kip en wat groenten, dat maakt niet zo heel veel uit. Zo. Zo. Even opwarmen en invoeren. Dit is het eindresultaat. Lekker, lekker, lekker. Ik ga even eten en daarna gaan we weer bezorgen. Kijk, dit is de reden waarom ik het persoonlijk breng. Dit zijn 50 maaltijden en dit is een hele prep voor 1 maand. En dat brengen we natuurlijk altijd persoonlijk. Het is een veel te grote bestelling om per post te doen, dus vandaar. Allemaal vers gemaakt. Okay, terwijl ik in de auto zit, wil ik het even hebben over IF. IF is intermittent fasting, voor de mensen die niet weten wat het is. Het is eigenlijk een soort ramadan waarin je in bepaalde tijden van de dag niet mag eten en bepaalde tijden wel. Alleen het verschil met de ramadan is dat je hier dus wel mag drinken. Alleen in de tijd waarin je niet mag eten, mag je alleen maar drankjes en dingen eten waar geen calorieën in zitten. In de tijden waarin je wel mag eten, moet je alle calorieën binnenhalen die je voor jezelf hebt berekend. Dat is een hele mooie methode om minder calorieën binnen te krijgen dan dat je nodig hebt. Want daar gaat het natuurlijk om, bij het afvallen. Het kan natuurlijk ook met aankomen, alleen ik weet niet of dat echt handig is. Maar wat je dan doet, is je bepaalt voor jezelf hoeveel uur je nodig hebt om alles binnen te krijgen. Dus het kan 8 uur, 6 uur, of in extreme gevallen zelfs 4 uur zijn. En wat je dan doet, is je gaat bijvoorbeeld van 8 uur 's avonds tot de volgende dag 12 uur 's middags ga je vasten. Dus dat betekent dat je 16 uur vast. In die 16 uur eet je niks. En na die 16 uur ga je alle calorieën, laten we zeggen 2000 calorieën, binnenhalen die je voor jezelf hebt berekend. Dus dan heb je 8 uur de tijd om 2000 calorieën binnen te halen. En het mooie hieraan is dat je dus dingen kan eten die je normaal gesproken misschien niet zou kunnen doen. Dus die ene burger met kaas die je normaal gesproken laat staan, kan je nu wel eten. Omdat dat in jouw macro's past. En weet je wat ook mooi is? Je kan gewoon, als je het fijn vindt om grote maaltijden te eten, dan is dit echt de perfecte oplossing. Dus als je het lekker vindt om 2 grote maaltijden te eten, waardoor je de hele tijd vol zit en waardoor je gewoon een verzadigd gevoel krijgt, dan is dit echt de perfecte oplossing. Maar voor iemand die wat vaker op de dag wilt eten of een onregelmatige rooster heeft, zoals ik bijvoorbeeld. Want ik werk de ene dag 8 uurtjes en de andere dag 4 uurtjes. En de ene dag heb ik wel en niet pauze om 12 uur bijvoorbeeld. Dus ik heb niet echt een vast rooster, waardoor ik geen vaste timer voor mezelf kan bepalen. Dus voor mij komt het niet goed uit. Maar dat is een mooi dieet of methode, moet ik eigenlijk zeggen, om af te vallen. Dus het is een methode. Het is niet
the way to go, maar het is een methode om minder calorieën binnen te krijgen op een misschien iets makkelijkere manier voor sommige mensen. Dus je gaat niet spontaan vet verbranden omdat je 16 uur hebt gevast. Dat is onzin. Je gaat niet spontaan spiermassa aankomen en vet verliezen bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat ik vaak hoor. Dat is echt onzin. Het mooie hieraan is gewoon dat je grote maaltijden kan eten. Dat je pizza's kan eten en weet ik veel wat allemaal in een korte periode. Omdat je aan het vasten bent. Dat is heel mooi. En dat is de hele gedachte achter IF. Dus ik zou het ook nog even opzoeken als je meer informatie erover wilt. Maar dit is mijn mening over IF. Ik doe het zelf niet. En dat doe ik eigenlijk puur omdat ik hele onregelmatige werktijden heb. Ik ben trouwens een Red Bull Zero aan het drinken. Zero calories. En ja, dit past gewoon in mijn schema. En ik drink normaal nooit Red Bull. Alleen vandaag ben ik echt 3-4 uur al onderweg. Of in de auto. En ik moet zeggen, autorijden is gewoon fucking saai. Dus vandaar dat ik even een Red Bull neem. Ik moet nog gaan trainen, dus ik zie jullie zo meteen. Ik ben in de gym aangekomen. Ik heb nog steeds niks gegeten vanaf de middag. Ik ga nu even gymmen. En daarna gaan we onze laatste meal eten. Dus blijf checken. Bang bang pow, what I do is magic. I hop on the track and it get the spaz and rip and break the shit till it get the crack. And all hell breaks loose when I get the packing. Got flows all day, you can check my notes. No interruptions when I'm in my zone. You hate what is real, but you'll never know how real I get when I'm in control. Nah. Damn, it's back to the basics. Remember when I would be rapping in basements? Yeah, and now I skip bases. This be the shit that I do on a basis. Look, don't care about the placement. I could care less about me being famous. Ay, I do this myself and they all getting mad cause I don't know their faces. They want a feature and I want a check. Give me a brick and a bag on my neck. I need my girl to be whipping a vet and my ex to be bitter and live with regrets. I hit the bank with a smirk on my face. Gym sessie zit erop met Yusuf. We hebben net een vlog op, of een sketch opgenomen. En die gaan we even snel editen. En daarna ga ik mijn laatste maaltijd eten. Later. Pauw. De laatste maaltijd van vandaag. En ja, je ziet het goed. Het is een pizza. Het is een, even kijken. Een dunner pizza van de New York Pizza. En dat kan gewoon. Want het past in mijn macro's. Er zitten hier 1540 calorieën in. En ik had nog heel veel calorieën over. Omdat ik niet zoveel heb gegeten vandaag. Dit is het laatste wat ik ga eten. Samen met mijn kwark. En hiermee vul ik eigenlijk mijn macro's en ben ik gedaan voor vandaag. Het is nu 9:50, dus ik heb eigenlijk vanaf de middag tot nu helemaal niks gegeten. Ik heb er ook totaal geen moeite mee, dus ook dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar je kan gewoon een pizza eten, je kan die burger eten, je kan die kaas soufflé eten, zolang het maar in je macro's past. En dat is echt heel erg belangrijk, dat is ook wat ik nu laat zien. Ik val af en ik eet nog steeds wat ik wil eten eigenlijk. En dat is eigenlijk het hele punt erachter om dit allemaal te filmen. Dit is gewoon puur om te laten zien dat het kan. Maar je moet wel beseffen dat zo'n pizza van 1500 calorieën heel veel in beslag neemt. Dus als jouw behoefte 1700 is, dan is eigenlijk de pizza en misschien nog iets daarnaast het enige wat je mag eten. En that's it. Als je dat fijn vindt, moet je dat doen. Als je toch liever meer wilt eten, dan moet je dat doen. Maar nogmaals, het verschilt per persoon. Ik ga lekker eten. Ik ga mijn kwark opeten en daarna ga ik slapen. Dit was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Ik heb jullie eigenlijk gewoon een dagje laten zien van mijn leven. En hoe het er af en toe aan toe gaat. Niet elke dag is het natuurlijk zo chaotisch. Met heel veel rijden naar de sportschool en zo. Dus ook dat is trouwens de reden waarom ik geen IF doe. Hè? Omdat ik geen regelmaat in mijn werk heb. Ik ga lekker eten. Ik zie jullie volgende week bij mijn derde update. Vergeet niet te abonneren, te liken. Deel het met je vrienden die er misschien wel wat aan hebben. En ik zie jullie volgende week. Pauw!